Goedemorgen en welkom bij een gloednieuwe video. Ik sta in Groningen op het hoofdstation. Noemen ze hier hoofdstation, waarschijnlijk omdat ze dicht tegen de grens zitten en het graag Houtbaanhof willen hebben. Nog steeds flink in verbouwing, maar ik ga vanaf hier ook een flinke reis beginnen. Ik ga namelijk een van de langste, misschien wel de langste reis die ik binnen Nederland met de NS kan maken. Ik ga vanaf hier Groningen naar Vlissingen, want daar heb ik vanavond een barbecue. Goed gepland. Ik reis eigenlijk altijd in het buitenland hele lange afstanden, maar binnen Nederland is het echt ook wel een hele lange afstand. Dus ik ben benieuwd hoe dat is in vergelijking met het buitenland. Ik moet snel naar de trein toe, dus ga je mee? En meisjes, 12 uur 49 op dit moment en we vertrekken nog tijd vanuit station Groningen. U bevindt zich aan boord van de Intercity naar Assen, Zwolle, Lelystad, Almere, Amsterdam-Zuid, Luchthaven, Schiphol, Leiden Centraal, met als eindpunt Den Haag Centraal. Namens het personeel op deze trein wens ik u een aangename reis. Nog even een herinnering met betrekking tot de eerste klas. Bevindt u zich in de eerste klas, dan heeft u een eerste klas kaartje nodig. En heeft u een tweede klas kaartje, mag u plaatsnemen op de blauwe stoelen in de tweede klas. Nogmaals, een goede reis. Zit hier richting Amersfoort, Rotterdam Centraal, vertrek van spoor 5, dat is de overzijde van het perron. Deze vertrekt om 10 minuten voor 2. Dames en heren, dit is station Zwolle. Aangekomen op station Zwolle. Station Zwolle is het overstapstation. Als je in de verkeerde trein zit vanuit Groningen of Leeuwarden, die kun je overstappen of voor de richting Rotterdam of voor de richting Den Haag. En de ene gaat dan via Utrecht en de andere gaat via Lelystad. Ik moet hier dus overstappen, want ik zat in de verkeerde trein. Wat ook wel grappig is, ze hebben het spoor in Hogeveen aangepast. Dus daar rijden we nu met 140 km per uur doorheen. Een best wel scherpe bocht nog. Ik heb wel eens op de weg richting Groningen gezeten dat de prullenbakjes omkieperden. Maar goed, de treinen zijn daardoor nu wel 1 of 2 minuten sneller. Vertrekken ook ietsje later uit Groningen, komen daar ietsje eerder aan. Dus daar is wel vooruitgang in gemaakt. Goed, tot nu toe gaat de reis voorspoedig. Ik vind de ICM-treinen echt perfect geschikt voor lange afstand. In Nederland lange afstandstreinen, in tegenstelling tot buitenland, heb je natuurlijk geen catering meer. Dus dat is wel jammer. Je moet al die tijd even uitzitten zonder catering. Ik had hem op mijn reis kunnen kiezen om in deze trein te blijven zitten en 2 minuten overstap te hebben in Leiden op de trein naar Vlissingen. Of om hier over te stappen op de trein naar Rotterdam en daar 25 minuten overstap te hebben. Dus mocht ik nog dorstig of hongerig worden, dan kan ik daar altijd nog wat halen. Ik ga nu in de Intercity stappen die mij via Amersfoort, Utrecht, Gouda uiteindelijk naar Rotterdam brengt. Als ze Zwolle uitrijden ga je over de IJssel heen, over de Rode Brug en dat vind ik altijd heel erg mooi. En of je dan via Amersfoort of via Lelystad gaat, de route is sowieso prachtig. Via Amersfoort ga je door de Veluwe, zoals wij nu doen, maar via Lelystad ga je door de Oostvaartse Plassen, wat ook een prachtige spoorlijn is. Dus het is altijd mooi om hier naar buiten te kijken. Het
bosgebied rondom het Harde is een groot militair oefenterrein. Er staan ook allemaal bordjes langs het spoor met schietterrein, levensgevaarlijk. Kijk, hier zie je weer zo'n bordje. Dat is wel fascinerend om te zien. Het breekt hier af en toe ook nog wel eens echt bosbranden uit. Omdat ze dus ja, schieten en dan wilden nog wel eens wat in de fik vliegen. Om die reden heeft trouwens, niet om te schieten, maar omdat het een groot militair oefenterrein is, heeft de Zon het Harde ook allemaal opstelsporen waar ze eventueel militaire voertuigen op de trein kunnen laden en kunnen transporteren. We wensen u een goede reis. We hebben Utrecht verlaten. Normaal is Utrecht voor mij het station waar ik uitstap. Nu ben ik nog niet eens op de helft van de reis. Dus dat is wel gek, maar het is prima uit te houden. Ik ben lekker filmpjes aan het kijken en eigenlijk heel relaxed om het Nederlandse landschap zo voorbij te zien gaan. Ik ga verder richting Rotterdam. Den Haag, ook van spoor 8, 17 minuten over 3. Geheel op tijd aangekomen op Rotterdam Centraal. Nou ja, een minuutje te laat omdat we nog even een stop maakten vlak voor het station. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Echt een prima reis. Ik vind het nog steeds echt heerlijk. Ik kom net uit de nachtdienst, dus ik heb nog een beetje kleine oogjes. Van Groningen naar Vlissingen zou het ongeveer 3 uur 40, 4 uur rijden zijn met de auto. Nou, met de trein ben ik 4 uur en 50 minuten onderweg. Is ietsje langer, maar goed, je hoeft helemaal niks te doen. Dus ik kan gewoon een filmpje kijken. Ik zie alles gewoon voorbij schuiven en ik kom vanzelf aan in Vlissingen. Dat maakt het heel erg prettig. En ja, lange afstandsreizen in Nederland, zeker op eerste klasstoelen, zeker in DCM, echt top is dat. Voor weekend vrij betaal ik uit mijn hoofd 8 euro meer per maand om in het weekend eerste klas te kunnen reizen. Nou, dan vind ik het dus meer dan waard. Ik heb hier een overstap van iets meer dan 20 minuten, dus dat geeft me ook even de tijd om hier even wat frisse lucht in te ademen en nog even een flesje drinken te kopen. Voor ik zo weer in de trein stap die naar Vlissingen gaat. Een tijdje geleden dat ik die spoorlijn heb gedaan, dus dat wordt ook wel weer even leuk. Ik ga weer die kant op.
En aangekomen op station Vlissingen-Soeburg. Dan denk je, ik had de langst mogelijke NS-treinreis in Nederland kunnen maken van Groningen tot Vlissingen. Maar nee, ik stap één station voor het eindpunt uit. Station Vlissingen-Soeburg, want hier moet ik zijn. Tijd voor een conclusie van de reis helemaal van Groningen naar Vlissingen. Toch wel apart. Ik heb deze reis toch iets anders bekeken dan ik normaal met de trein reis in Nederland. In het buitenland ben ik wel gewend om stukken van 4, 5 uur met de trein te doen. Van Duitsland, van de ene grote stad naar de andere of zo. Ben je vaak ook wel een tijdje bezig. In Nederland, ja, ik ga nog wel eens regelmatig naar Groningen, maar zelfs dat is maar een stukje van 2 uur. En dat valt op zich ook allemaal nog wel mee. En echt zo'n reis van 5 uur door Nederland besefte eigenlijk ook wel dat het hier eigenlijk hartstikke goed geregeld is. Ik heb me geen enkel moment zorgen gemaakt over treinen die ik moet halen of aansluitingen. Ik had ook een ruime aansluiting in Rotterdam, dat hielp ook wel. Maar goed, in Zwolle was er ook maar 5 minuten overstap, nou, daar hoefde ik me ook geen zorgen over te maken. En mocht zo'n overstap toch misgaan, geeft het toch altijd een fijn gevoel dat je in Nederland een half uur later altijd een nieuwe trein hebt. En dat je ook geen gedoe hebt met verplichte reserveringen en treinen waar je wel of niet in mee mag. Daar heb je allemaal geen last van. Het is eigenlijk één groot metronetwerk. En ik denk dat dat ook wel echt het prettige is van Nederland. En daarnaast is het ook nog hartstikke comfortabel om dit hele stuk te reizen dwars door Nederland heen. Dus ik kan het eigenlijk ten zeerste aanraden. Al zal ik niet heel vaak deze soort reizen doen. Zeker als je bedenkt dat ik in Utrecht woon. Maar goed, hartstikke top. Personeel is ook hartstikke vriendelijk. Veel gezien. 3 keer gecontroleerd op mijn reis. En het personeel liep ook nog langs. Dus dat is ook echt wel beter geworden in de afgelopen jaren, merk ik. Al met al ben ik eigenlijk hartstikke tevreden en is er eigenlijk ook niet zo heel veel te melden in deze vlog. Dat is natuurlijk het leukste als dingen misgaan, maar dit ging eigenlijk perfect. Ik heb genoten van het landschap en genoten van de reis. Ik hoop dat jij er ook van hebt genoten. Tot zover ook deze video van deze reis. Dus een keer weer wat anders, een beetje een soort buitenlandse reis, maar dan binnen Nederland. Ik vind dit soort ritjes leuk om te zien. Dan heb ik goed nieuws, want ik maak meer van dit soort video's. En die vind je als je op mijn kanaal abonneert, dat kan hieronder. Bedankt voor het kijken van deze video en tot de volgende keer.